Ondanks dat het buiten 20 graden is, staan er in dit tuincentrum in Almere buiten 53 kerstbomen opgetuigd. En natuurlijk staan er ook de nodige draaimolens, skipistes en kerstdorpjes. Eigenlijk is dit voor een decorateur wel het mooiste moment, want je kan gewoon echt volledig uitpakken met die kerstshow. En uitpakken, dat heeft hij gedaan. De trend voor dit jaar is natuur. Bang dat mensen dit jaar de kerstverlichting overslaan vanwege de hoge energiekosten, is de decorateur niet. Nee, daar houden we geen rekening mee. Omdat we natuurlijk een hele eind met corona hebben gehad. Je wil toch het samen zijn, het gevoel gaan krijgen. Wij verwachten eigenlijk dat, omdat mensen meer samen willen zijn, dat ze dan meer lampjes gaan gebruiken. Verlichting hoeft op zich gewoon niet duur te zijn, want alles is tegenwoordig van LED-verlichting. LED-verlichting is gewoon een heel zuinig verbruik. En bij 250 lampjes bijvoorbeeld, als je die 31 dagen brandt, kost het je maar 83 cent. Dus dat is helemaal niet zo duur. Wel zorgt het warme weer van nu voor een ander begin van het kerstseizoen. We zijn nu het kerstbomenbos zijn we aan het opbouwen. Maar daar staan normaal plantentafels. En door dat warme weer gaan die planten laten we natuurlijk iets langer doorlopen. Dus dan moeten we toch ergens een keuzes maken dat we de bomen iets langer laten wachten. Het wordt 20 graden komend weekend. Wat zijn jouw plannen? Mijn plannen zijn om hier nog verder aan de kerstshow te bouwen. Ja, zeker met dit warme weer. Maakt je helemaal niet uit? Maakt mij niet uit, nee.